Populaire barman First Dates gelukkig met zijn vriendin, maar Victor Abelaan wil zijn vrijheid niet kwijt. Hoewel Victor Abelaan, de aantrekkelijke barman uit het televisieprogramma First Dates, dagelijks berichtjes van vrouwen krijgt, piekert hij er niet over om een scheve schaats te rijden. Maar waarom verontschuldigt hij zich dan elke dag bij zijn vriendin? Victor Abelaan, 35, de barman uit First Dates, is al 2 jaar heel gelukkig met zijn vriendin, maar zijn vrijheid wil hij niet kwijt. Ik hou ervan dat ik nergens aan vastzit en vandaag nog niet weet wat ik over een maand aan het doen ben, vertelt hij in Beaumonde. Bij de gedachte aan een 9-tot-5 baan krijg ik het een beetje benauwd. Datzelfde geldt voor het idee van kinderen krijgen. Toen we laatst terugkwamen van een tripje, zagen we ouders staan die gesloopt waren door hun kinderen. Dan ben ik heel blij dat ik zonder gedoe in een taxi kan stappen. Hoewel hij op zijn vrijheid is gesteld, zou hij zich een leven zonder zijn vriendin niet voor kunnen stellen. Diagnose: vorig jaar maart werd bij haar de diagnose MS gesteld. Het was meteen een heel heftige aanval, ze kon haar benen steeds minder bewegen. We zijn op een gegeven moment veel met de rolstoel naar buiten gegaan, vertelde hij in de VARA-gids. Ze heeft onder meer een plekje in haar ruggenmerg, waardoor ze uitvalsymptomen kreeg. Ze liep als een Bambi on ice, met heel veel rust en medicatie zien we nu langzaam aan herstel. Na een jaar weten we pas of er restschade blijft. Victor vertelt aan Beaumonde dat hij vrijwel dagelijks sorry tegen haar zegt. Dat komt omdat ik de neiging heb om in mijn hoofd een heel plan te maken. Maar dan moet ik eerst de tijd nemen om dat uit te leggen aan een ander. Soms komt mijn ongeduldige kant naar boven en moet ik daarna sorry zeggen voor mijn gedrag. Victor denkt dat zij de ware is, mijn hart is ook een paar keer goed gebroken. Ik dacht dat ik inmiddels wel wist welk type vrouw bij mij paste, totdat mijn vriendin 2 jaar geleden voorbij kwam. Zij heeft me verrast, omdat ik volledig onverwacht in 1 keer totaal voor haar viel. Apostrof. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.